Ons interview met burgemeester Betty van Vieren zouden we hier achter op het terras willen doen, maar door het slechte weer gaan we nu naar binnen hier in het stadhuis. Burgemeester, heeft u enig idee hoeveel voorgangers u heeft gehad in de afgelopen paar eeuwen? Nou, om u de waarheid te zeggen, dat weet ik niet. Het enige wat ik wel weet is dat de burgervaders, waren dat vooral, wel heel lang bleven zitten. Ik weet zelf, woon ik hier in Brielen op een ravelijn, het burgemeester Echter van Wissekerkenplein. En hij heeft er, dacht ik, ongeveer 30 jaar gezeten. Nou, zijn opvolgers, hij zat er in de 20 jaren, zijn opvolgers zaten er kort. Al moet ik zeggen, ik begin ook al tot de wat langere te behoren. Ik zit hier nu ruim 8,5 jaar. Wat de kijkers wel graag zouden willen weten is, wat doet een burgemeester zo de hele dag? Nou, ik zit hier nu met u, dat overkomt me niet dagelijks, maar wat me wel dagelijks overkomt, zijn natuurlijk vergaderingen met allerlei groepen hier uit de samenleving, met collega-bestuurders, om te kijken hoe wij het eiland nog nadrukkelijker op de kaart kunnen zetten. Dus er wordt behoorlijk wat afvergaderd. En verder je gezicht hier laten zien in de stad, aanwezig zijn bij belangrijke evenementen. En ik ben natuurlijk ook voorzitter van zowel de Raad als het College van BMW. Kunt u twee speerpunten van het beleid van Brielen opnoemen? Nou, ongelooflijk belangrijk is ons cultuurhistorisch erfgoed. Dat kunt u ook zien. We zijn een van de fraaiste vestingen uit Nederland. En met meer dan 400 rijksmonumenten erin, dus daar zijn we behoorlijk trots op. En dat vergt onderhoud. Het cultuurhistorisch leven hier is vrij ruim. We hebben behoorlijk wat clubs die zich bezighouden met allerlei festiviteiten. U kent natuurlijk het 1 aprilfeest, maar zo zijn er nog veel meer. En daar wordt behoorlijk in geïnvesteerd. En we zijn op dit moment druk aan het bouwen. Ik weet niet of u het gezien heeft toen u vanaf de Groene Kruisweg richting de vesting reed, dat er aan de linkerkant wordt een grote nieuwe voortgezet onderwijsschool gebouwd. Er verrijst een werkelijk fantastisch sportpark met tennis, voetbal en waarschijnlijk komt de atletiek er ook bij. En en we hebben een nieuw theater gebouwd. En dat is voor een gemeente van onze omvang toch wel heel bijzonder. Dat kan. En ja, dat is echt gebeurd omdat we hebben besloten het woningbedrijf te verkopen. En al dat geld naar dit soort zaken te doen. Dus een tiental nieuwe scholen, een nieuw dorpshuis in Vierpolders. En van een aantal dingen is de bouw nog in volle gang. U bent hier al een aantal jaren burgemeester, zei u zojuist. Kunt u een hoogtepunt en een dieptepunt uit uw carrière benoemen? Nou, Brielen heeft als één groot voordeel dat het een relatief rustige, ook op bestuurlijk niveau, gemeente is. De mensen staan hier met z'n allen pal voor hun eigen parel van voren. Dus als je het hebt over dieptepunten, dat valt wel mee. We hebben natuurlijk wel bijvoorbeeld een grote brand hier op de markt gehad. Nou, dat zag er erg heftig uit. Het leek wel of de halve binnenstad eraan ging. Dat is gelukkig niet gebeurd. En het hoogtepunt, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb al gezegd, 1 april is natuurlijk ons hoogtepunt, want dat hoort heel erg bij Brielen. Maar misschien is wel een van de belangrijkste besluiten geweest van de Raad om het woningbedrijf te verkopen. Want dat heeft mogelijk gemaakt dat wij nu investeringen kunnen doen die anders volstrekt onmogelijk waren geweest. Het is bekend dat u ook voorzitter bent van het Rode Kruis hier op Voorneputten-Rozenburg. Ik draag mijn steentje als vrijwilliger ook bij. Ik ben nu, ik dacht ruim 7 jaar voorzitter van het district Voorneputten-Rozenburg van het Rode Kruis. En nou, u weet, het Rode Kruis is een organisatie die zijn bekendheid ontleent aan alle grote rampen die er op onze wereld plaatsvinden. En ik moet u zeggen, het neemt alleen maar toe. Dus als je hoeft de buis maar op de televisie maar aan te doen en dan zie je welke ellende er over mensen wordt uitgestort. Maar wat niet iedereen zich realiseert, dat ook het Rode Kruis voor de Nederlandse samenleving het nodige kan betekenen. En dan heb ik het over de vriendschappelijke huisbezoeken die er zijn. Ons vakantiehuizen die mensen de mogelijkheid biedt om met verzorging toch op vakantie te gaan, terwijl het anders niet mogelijk is. Iedereen kent de mensen bij grote evenementen met hun EHBO-tassen op hun rug. Er zijn dus een tal van activiteiten die het Rode Kruis ook in Nederland vervult. En ik ben blij dat u het me nu vraagt, op dit moment. Want volgende week, ik denk aanstaande zaterdag, maar het kan ook maandag zijn, begint de grote landelijke collecte voor het Rode Kruis. En
Het zal u niet verwonderen dat ik hier toch even nu uw kijkers aanspreek en zeg, wij kunnen uw hulp ongelooflijk gebruiken. Ten slotte, burgemeester, hoe denkt u dat Brielle er in 2030 uit zal zien? Ik heb er het volste vertrouwen in dat Brielle nog steeds de parel van Voorne zal zijn. Ik dank u hartelijk. Tot ziens.